heel speciaal album geworden. Maar wat ik een beetje van verschoten was, is dat het een zo goed als Engelstalig album is. Wat ja. we dan weer niet echt van jullie gewoon zijn. Nee, dat klopt. Dat hebben we wel tot dusver als uitstapje af en toe gedaan. Mm-hmm. Met bonusmateriaal ja. bijvoorbeeld op een single. Maar dit is wel grotendeels Engelstalig. En dat heeft simpelweg als reden dat ja, kerstmuziek associeert toch met Engelstalige nummers. Mm-hmm. Als ik jou om je favoriete top 10 vraag, kerstnummers aller tijden, dan zullen er niet al te veel Nederlands of Vlaamstalige nee. nummers tussen staan. Nee, inderdaad. En daarin, ja, gaandeweg kwamen we daar toch wel een beetje achter dat ja. het geval is. En het idee is er dan in maart ontsproten, zo zeggen wij dat dan in Vlaanderen. Mm-hmm. En, dat zeggen wij ook hoor. Ja, ontsproten, ja? Ja, zeker. Oké, okay, perfect. Dus ontsproten in maart. We hebben zoveel gemeen. Zeer goed. En uiteindelijk zijn jullie er best wel lang aan bezig geweest, naar jullie normen. Ja, omdat we heel graag een eigen stempel op het album ook wilden drukken. Dus met andere woorden, we wilden zelf eigen nummers erop hebben. Ja, ja. Dat moet geschreven worden. We vonden het leuk om twee duetten met zangeressen erop te zetten. Ja, dat vergt toch wel een kleine zoektocht ja. naar wat zijn passende zangeressen, wat zijn mooie nummers. Dus al met al was het gewoon nog krap om het af te krijgen voor kerstmis bijna. Als je terugkijkt, heeft kerst voor ons nu al 8 maanden geduurd. Ik dacht dat je ging zeggen hoeveel dat heeft opgebracht, maar oh, nee, tot nu toe heeft kerstmis al... Nee. Bij lange na niet. Wij staan in de min met zo'n enorm big band album, want het is wel echt ja. een hele grootschalige productie. Ja, dus het kostenplaatje gaat natuurlijk ook naar Vanant. Maar het is wel een ongelofelijke sound. Het klinkt heel Amerikaans, ja. mag ik ja. dat ja. zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Strijkers, blazers, alles erop en eraan en dan twee fantastische zangers. Nu, jullie hebben het voorgesteld, 17 september. Ik heb even nagekeken, het was toen 20 graden buiten. Dat is wel heel bijzonder om in september al met een kerstalbum aan te komen ja, voor de pers dan. Hè? En sterker nog, de shoots die we ervoor maakten, dat was echt in 30 graden warmte. Dus de coverfoto die je ziet van het album, op dat moment was het eigenlijk 30 graden warm. Ja, maar goed, een warm gevoel moet je bij kerst hebben, dus dat hadden jullie dan zeker wel al in het pak zitten. Ja, heel mooi. Ja? Nu, uiteindelijk, jullie proberen en zijn daar heel goed in aan het lukken om de Vlaamse harten te veroveren. Mm-hmm. Hè? Misschien heb ik wel een idee voor een Christmas with Nick en Simon 2. Misschien okay. ja, een duet met deze man bijvoorbeeld. Okay. Maar boven in de lucht kon je een sterretje zien staan. Dat alsmaar zat te fonkelen, dring een wegwijzertje aan. En dat duurde daar niet lang, of dat was daar vol een bak. Het krioelde van de herders mee een stuk in hun wrak. Jezeken is geboren, halleluja, hallo. Jezeken is geboren in een bakje vol met stro. Ja, dit is Vlaamse cultuur. Kennen jullie hem? Urbaans. Jazeker. Ja. En kennen jullie het liedje ook? Nee, heeft dat niet op jullie longlist gestaan van liedjes die hier in Vlaanderen is? Dat is een oerbekend kerstliedje. Iedereen die aan kerstmis denkt in Vlaamse termen aan Urbanus. Okay. Misschien is dit een beetje de Vlaamse Flappy. We hebben Flappy misschien. Ja, inderdaad. Ja. Ja, Flappy van Paul de Leeuw. Of van Joep van Dijk, sorry. Ja. Misschien is het vergelijkbaar, ja. Ja, het is wel grappig. Nu, zijn jullie uiteindelijk het eens geraakt over die nummers? Hadden jullie zo'n beetje dezelfde smaak van god, dit en dit moet erop? Of is er om getost geweest? We hebben elkaar wel natuurlijk wel heel snel ontmoet, een gulden middenweg af en toe gekozen. Maar dat ging wel vrij soepel allemaal. Ja. Het leuke is dat we een hele leuke diversiteit hebben. We hebben bijvoorbeeld een nummer als Mistletoe is een van de covers. Dat is een nummer van Justin Bieber, wat heel recent is uitgekomen. Ja, ja. Tot Let It Snow, wat al een heel oud... 1743 is die geschreven. Ja, zoiets. Let It Snow. En nog wat eigen nummers, dus om er een eigen signatuur aan te geven. Ja. En ook weer niet alleen maar open deuren intrappen. Dus ook geen Last Christmas of Driving Home for Christmas. Maar het iets origineler aangepakt. Ja. En zie hier het resultaat. Ja, en we gaan ook het resultaat hier kunnen beluisteren. Toch alleszins één stukje daaruit. Wat gaan jullie brengen voor ons? Wij gaan de single, eigenlijk het eerste nummer van het album, dat heet Best Time of the Year. Oké, perfect. De gitaar staat al klaar. Oké. Ingespeeld en alles. Mm-hmm. Gestemd ook. Oh, gelukkig. Ja, hopelijk wel. En dan kunnen wij gewoon luisteren naar Best Time of the Year van Nick en Simon. We zijn heel blij dat ze eindelijk nog eens naar Vlaanderen gekomen zijn. En ze hebben een fantastische cd gemaakt. Christmas with Nick en Simon. Ja, je moet het niet moeilijker maken dan het gewoon is. Het is een klinkende naam en een klinkend album geworden. I dreamed about a special time, the last month of the year, when suddenly you came around where Santa should appear.
As I woke up, I looked aside, couldn't believe my eyes. A Christmas to remember would soon start to arise. Snow is falling down and the treetops turning white, and I have you by my side. Well, there's nothing left to wish for, 'cause it's Christmas time. Sleigh bells ringing, Santa's passing through. Children singing, especially for you. We're singing, let it snow, and tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me glow. It's Christmas, the last time of the year. Decoration everywhere, having the best time of our lives. And everyone is longing for Santa to arrive. But I don't need to hang my stocking there upon the fireplace, because the only present that I need will be your smiling face. Snow is falling down, the treetops turning white, and I have you by my side. There's nothing left to wish for, 'cause it's Christmas. Passing through, children singing, especially for you. We're singing, let it snow, and tell us where to go under the mistletoe. And baby, let me go. It's Christmas, the best time of the year. December, I didn't really know just where to go. But now you give me something to remember, a special Christmas kiss under the mistletoe. Sleigh bells ringing, Santa's passing through. Children singing, especially for you. Nick en Simon met The Best Time of the Year. Kom maar erbij zitten, heren. Fantastisch, leuke muziek. Ik ben al helemaal in de kerstsfeer. Engelstalige Nick en Simon. Is het een gooi naar een wereldwijd publiek? Is dat een leuke ambitie erbij? Nou, laten we gewoon rustig aan in Nederland en Vlaanderen beginnen. Nee, zoals Nick al zei, kerst vinden wij echt een Engelstalig iets, als ik aan kerstmuziek denk. Dus het is niet een bewuste stap geweest van, nou, nu gaan we de wereld veroveren. Mm-hmm. Maar ja, laat het maar. Engelstalig zal dat wel sneller gebeuren dan Nederlandstalig. Waarschijnlijk dus op zich is dat alleszins wel positief. Goed, je hebt het daar straks al aangehaald. Er zijn ook enkele duetten op het album te horen. Ja. En één duet, daar stond ik toch wel heel erg van te kijken dat jullie haar hebben kunnen schrikken. Katie Melua. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. Ja, toch wel een straffe naam om op het album te hebben, denk absoluut, ik dan. Absoluut, zeker. Ja, is het eigenlijk Melua of Melua? Katie Melua. Melua, ja. Oké. Ja, ik vind haar een van de meest toonaangevende stemmen van de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Dit nummer ook. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dit niet herkennen. Ja, dus een van onze regisseur kende het niet. Maar nee, echt? Maar goed, ik was heel blij dat ze ja zei. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een sms'je naar haar contactpersoon gestuurd. En binnen een week was er al antwoord. Ja. Het lijkt wel leuk om te doen, omdat ze het nummer ook erg leuk vond. Nu, er was een presentator in het buitenland die vroeg, zou je een duet opnemen met Nick Schilder? En dit is wat ze zei. Yeah, why not? Definitely. I think you've got to try everything in life, you know? Mm-hmm. And did that work? For those that don't know what happened, did that yes, go it okay? Did. Nee, ik denk dat de vraagstelling iets anders was.
Maar ja, toch leuk. Ja, dat was het heel leuk. Was ze meteen akkoord eigenlijk? Ja, heel snel. En we zijn echt binnen afzienbare tijd naar Londen afgereisd om het daar op te nemen met haar. En, ja. Ja, en ze is daarna nog naar Nederland gekomen voor opnames van een kerstspecial met fotoshoots en alles. Ja. Dus ze werkte heerlijk mee. En ze straalde. Kijk even mee. Ik vond het zeer leuk. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No caps to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks well. I ought to say no. Mind no, if I move in at closer? I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? Can't baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. In primeur beelden die we mogen laten zien, want ze gaan pas 7 december de wereld ingestuurd worden. En we mogen hier bij Studio TV al enkele beeldjes laten zien. En het is ook wel een match, hè? Het klinkt goed samen, het ziet er leuk uit samen, dus... Nou, het stond er ook vrij snel op. Ik denk dat wij iets van 3 takes hebben gebruikt. En toen, ja, ik denk dat er wel gewoon een klik was. Ja. Oh, tenminste van mijn kant wel. Hebben jullie dan ook contact gehad? Hebben jullie samen die dag doorgebracht, gegeten samen? Of is het zo van, Katie doet even haar ding en is dan weer weg en komt dan weer terug? Nee, we hebben die dag wel samen doorgebracht. En het is ook... Bij dit nummer is eigenlijk een gesprek op muziek, een conversatie. En dan is het heel belangrijk dat je die onderlinge chemie juist hoort. Ja. Dus we hebben eerst wel het afzonderlijk van elkaar opgenomen, wel in dezelfde studio. Maar dat werkte niet. Dus hebben we daarna de microfoons tegenover elkaar gezet. Is dat zo, ja? Dus... In dit geval was dat wel erg van belang. Omdat je het steeds vraag en antwoord. Ja, ja, en het is leuk wat je vraagt over, is ze dan zo'n iemand die alleen even haar ding doet en weggaat? Ja, ja. Juist helemaal niet. We hebben haar in 2007 al een keer eerder ontmoet. En zij herinnerde zich dat omdat wij een van de weinige artiesten waren die even een gesprek aanknoopte. Ja. Artiesten onderling is toch altijd, ieder gaat weer naar zijn kleedkamer, doet zijn dingetje voor de tv en gaat weer naar zijn eigen crew. En het feit dat ze zich dat nog wist te herinneren van zoveel jaren terug... Hebben jullie toch wel een beetje indruk gemaakt? Nou ja, precies. En zo zijn we ook dit avontuur weer ingestapt. Want ook die dag dat ze in Nederland kwam voor de fotoshoot, was ze de hele dag erbij. En we hebben s'avonds wat gedronken. En het was echt een goede band is er ontstaan. Was er in 2007 al een beetje de bedoeling met in het achterhoofd van laat ons dan... Wij dachten in 2007, als we nou eens in 2013... Ja, een kerstalbum. Ik zag het al helemaal vol, maar het is allemaal uitgekomen. Ja. Dus eigenlijk was het maart 2007 dat het album al ontproot is. Ontproot. Ja. Ik vind het heerlijk dat jullie er zijn. Jullie hebben ook een duet opgenomen. En dan moet ik naar jou kijken, Simon, met een Vlaamse diva van bij ons. Ja, je bewaart het beste voor het laatste, begrijp ik. Dat doen we altijd wel. Hè? Ja. Dus we gaan haar er gewoon bij halen. Ja, ja. Een heel goede middag allemaal. Welkom, welkom terug bij Studio TVL. Nick en Simon hebben een nieuw album uit, een kerstalbum. Dankjewel. Big band stijl met blazers, met strijkers, met hun eigen stemmen, met leuke duetten. Vandaar dat het tijd is voor een klein feestje hier bij Studio TVL. Laat de champagne maar knallen, hè? Zo is het. Zo Top. Zeggen wij dat ook. Lekker. En er is nog beter nieuws, want het is de allereerste keer dat Nick en Simon een Vlaamse samenwerking aangaan. En dat met niemand minder dan Barbara Dex. Daar toosten we op. Ja, absoluut. Ja. Santé. Barbara Dex op het album van Nick en Simon. Voilà, laat het smaken. Lekker. Barbara, had je al ooit van Nick en Simon gehoord? Jawel, jawel. Ja? Ik had ze al een paar keer op televisie bezig gezien. En natuurlijk Rosanne, ja, dat is het zeer gekende liedje. Mm-hmm. Dat opzwepende leuke liedje, dat kende ik ook. Dus, van de Sunsets misschien? Jullie versie. Oké, okay. Onze versie. Ja, jullie versie doet het ook goed hier in Vlaanderen. Ja. En vallen ze in het echt even goed mee als op televisie? Want dat, televisie is vooral fake. Hè, dus, mm-hmm. Het zijn zeer toffe kerels. Echt wel, jawel. Mooie kerels, leuke kerels. Ja. Ga door. ja, ça va. Een leuke samenwerking dan. Een leuke Want we hebben net met Katie het over Katie Melua gehad. U wou de samenwerking. Hoe was het bij jullie zo? Hoe heb jij dat ervaren? Hebben jullie bijvoorbeeld dat nummer ook samen in de studio ingezongen? Of was dat... Nee, in ons geval was dat niet zo. Het nummer komt eigenlijk ook vanuit een Nederlands project. Ja. En voor de Vlaamse markt vonden wij het heel leuk om een Vlaamse zangeres aan ons te binden. Ja. Dus mijn deel was eigenlijk al ingezongen. Okay. En vervolgens zijn we in de studio bij Goren Grootheide, die de boel heeft geproduceerd. Ja. Hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Mm-hmm. En dat was leuk. Dat was echt tof. Ja? Jawel. Ik heb daar eigenlijk ook wel lekker gewoon op mijn eentje kunnen inzingen. Aan de hand van de stem van
Simon, die er al op stond. En dan is hij inderdaad binnengevallen en dan is hij een leuke... Heb ik alles afgekeurd, toen moest ik het opnieuw. Alles opnieuw doen? Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, het was een hele leuke samenwerking. Het ging eigenlijk allemaal heel vlotjes, ook met Gordon en zo. Ja. En hadden jullie al ooit van Barbara Dex gehoord? Ja. Ik niet. Dat kan, hè? Jij wel. Ja. En toen dat nummer wat ik net al uitleg af was, ja, dan moet je nog maar net een zangeres kunnen vinden die in hetzelfde bereik ligt als het liedje wat al af is. En, dus we zijn met de Vlaamse platenlabel, zouden we in enkele zangeressen gaan duiken, alleen de eerste was meteen raak. Want dat was een Nederlandse uitdrukking. In een zangeressen duik. Ja, ja. Maar uiteindelijk hebben ze een fantastische zangeres aan de haak geslagen. Absoluut. Ik vind het alleszins heel leuk. En jullie gaan dat nummer hier ook gewoon live brengen. Graag. Welk gaat het zijn? Christmas in Our Hearts. Oh. Romantisch, hè? Ja. Ben jij een romantische ziel? Ik wel, eigenlijk wel. Zo'n kerstmens, ja, zo echt. Ja, ik hou wel van de gezelligheid, familie, de kerstboom. Nee, hij vroeg romantisch, vroeg hij. Ja, maar ja, met mijn man. Oké. En mijn kindjes. Ja. Misschien dit jaar ook wel eens af en toe met de kerels, maar dat is ook leuk, hè? Ja. Zeker. Ja. Ja, hier ontstaan dingen. Nee. Ik stel voor dat jullie gewoon een microfoon ter hand nemen en dat nummer brengen. Vind je het dan, voelt dit een beetje aan als vreemdgaan? Zo? Nou, nee hoor. Gelukkig niet. Nee, ik vind het wel lekker rustig. Ja, en die kamer is lekker. Ja. Oké, wij gaan genieten terwijl zij werken. Goed? Santé, cheers. Snowflakes are slowly falling. A cold December night, I'm lighting up the fire in a world that's stern and white. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, my favorite Christmas song, I hear it on the radio, can hear it all. Christmas, Christmas in our hearts. Now I know why all Christmas songs are sweet. It's because they're about you and me. I never cared much for this time of the year. And the only tree I've ever had was a fake one. Shiny balls that break, but now there's you, my dear. And it's Christmas, Christmas. Oh, it's Christmas in our hearts. And it's Christmas, oh, it's Christmas. Oh, it's Christmas in our hearts. And it's Christmas, and it's Christmas, and it's Christmas in our hearts. And it's Christmas, it's Christmas, it's Christmas, it's Christmas.